Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste broeders en zusters, hier spreekt broeder Murad. Vandaag heeft helaas mijn treurige nieuws bereikt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Het gaat om een jonge broeder, Marokkaanse broeder van 23 jaar, rahimullah. Die is gestorven, die is overleden vandaag. Die is heen gegaan vandaag. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de Engelse dood vandaag de opdracht geven om hem op te halen. Om zijn hart te laten stoppen. En hij is door een hartstilstand is hij overleden. Deze broeder, rahimullah, was kerngezond. Deze broeder, rahimullah, had heel veel plannen. Maar alhamdulillah had hij goede plannen. Waarom zeg ik dat? Is omdat ik hier getuige van ben. Want deze broeder, rahimullah, was namelijk een van de sponsors van Stichting Najiba. Deze broeder, rahimullah, had pas geleden nog Stichting Najiba geholpen aan een voetbalbenefiet voor een school in Tangawaar, arme kindjes deze tijd lessen krijgen. En hij mocht daar een van de kindjes sponsoren. Dat heeft hij ook gedaan. En we vragen natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala om deze daad van hem te accepteren. En hij had nog meer plannen om Stichting Najiba in de toekomst te blijven helpen en steunen om kindertjes te helpen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze intentie van hem accepteren. En het laten zwaar wegen op zijn weegschaal, yawmul qiyamah. Amin, ya Rabbi, amin. Morgen, maandag, zal er ook salatul janazah van hem verricht worden. Geer, om verder te gaan, beste broeders en zusters, is dat ik heel veel jongeren wil herinneren aan de dood. Want ik zag heel vaak in mijn videoboodschap dat de dood geen leeftijd kent. En dit is het bewijs. Beste mensen, dit is het bewijs, nogmaals. Dit is iemand van dichtbij, subhanallah. En daarom wil ik tegen heel veel jongeren zeggen, die deze tijd, subhanallah, velen alleen maar met het slechte bezig zijn. En laten we eerlijk zijn, je ziet het op social media, vooral op Facebook, dat vele jongeren op Facebook hun zondes laten zien. Zoals ballonnen blazen, shisha roken, jointjes roken. En ga zo maar door. Met vrouwen afspreken. En bij de zusters wil ik zeggen, die kunnen we er ook wat van. Die laten zich ontbloten. Die laten hun lippen opspuiten. Die laten hun blote lichaamsdelen zien aan vreemde mannen. En het zijn allemaal hele jonge mensen, subhanallah. En daarom wil ik tegen mijn jonge broeders en zusters zeggen, pas op. Pas op, want je zit in de gevarenzone. Het kan zo afgelopen zijn. Vandaag is deze broeder heen gegaan. Morgen ga jij of ik ook. En dan is de vraag, wat heb je meegenomen? Wat zal je tegen Allah subhanahu wa ta'ala zeggen? De ondervraging, wanneer je bij Allah subhanahu wa ta'ala jezelf moet verantwoorden en moet afleggen wat je in het wereldse leven hebt gedaan. Ben jij daarop voorbereid? Is jouw koffer al ingepakt met goede daden? Of is jouw koffer leeg? En helemaal niks gedaan aan goede daden, subhanallah. Waarom denk je dat ik met mijn video's vaak jullie laat zien hoe je goede daden kan verrichten, hoe je arme mensen kan helpen? Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons niet voor niks geschapen.
Denk je dat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft geschapen in het wereldse leven, dat we alleen maar kunnen slapen, eten en drinken en slechte dingen kunnen doen? Nee, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen en ons in het wereldse leven heeft gezet om te testen wat wij gaan doen. Als eerste om hem te erkennen. Als tweede om voor hem te bidden. Om hem te vragen. Beste mensen. En hij heeft ons gezet om te kijken hoe wij met onze medemensen omgaan. Hoe wij onze medemensen helpen. Moslim of geen moslim. Beste broeders en zusters. Maar wat ik zie, subhanallah, bij vele jongeren, helaas, de dag van vandaag, is alleen maar het slechte, subhanallah. Het bewijs is Facebook. Het bewijs is Snapchat. Het bewijs is Instagram. Het bewijs zijn de vele Marokkaanse rappers. Het bewijs zijn er vele Marokkaanse vlogsters die alleen maar het slechte laten zien, subhanallah. En deze rappers en vlogsters worden door vele, vele moslims gevolgd. Duizenden. Als je naar hun video's kijkt, als je naar hun video's kijkt, dan zie je 250.000 keer bekeken, 1 miljoen keer bekeken, 600.000 keer bekeken. Maar als het om filmpjes gaat over de islam, over hoe je moet gedragen, over hoe je goed moet zijn tegenover jouw broeder of zuster, over hoe je goed moet zijn tegenover jouw ouders, dan wordt het maar 1000 keer bekeken met moeite. Subhanallah. En dit is het bewijs hoe slecht het gesteld is vandaag de dag met onze jeugd, met onze kinderen, subhanallah. En daarom blijf ik proberen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala jullie en mezelf te blijven herinneren. Ook mijn kinderen. Straks. Mijn neefjes en nichtjes. Om hun te blijven herinneren. Want geloof mij maar, beste broeders en zusters. De video's die ik aan jullie laat zien in het graf, of de daden die ik laat zien om goede daden te verrichten, is niet om stoer te doen. Dat is, Allah is mijn getuige daarover. Maar ik laat het zien om jullie juist te stimuleren en om wakker te worden, om nu op te staan, nu je nog leeft, nu Allah subhanahu wa ta'ala je de kracht heeft gegeven, de gezondheid heeft gegeven om zoveel mogelijk goede daden te verrichten. Beste mensen. En als je het nu niet doet, beste mensen, is het te laat. Want zoals ik al zei, broeder van 23 jaar, overleden aan een hartstilstand, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de Engelse zoos opdracht gegeven om zijn ziel op te halen. En als de Engelse zoos de opdracht krijgt van Allah subhanahu wa ta'ala om jou op te halen, dan is het gedaan met jou. Want de Engelse zoos, beste broeders en zusters, kent geen genade. Allah heeft hem zo geschapen dat hij harteloos is tegenover een mens. Want bij een mens kun je nog smeken en vragen om vergeving of om uitstel. Dan krijg je dat. Maar bij de Engelse zoos kun je geen uitstel vragen of om vergeving vragen. Of laat me nog. Of je kent het wel. Onderhandelingen. Weet je wel. Connecties die je hebt in het wereldse leven. Nee, bij de Engelse zoos kun je dat vergeten. Die is zo perfect geschapen. Hè, door Allah subhanahu wa ta'ala. Dat hij geen medelijden kent tegenover een mens. Maar dat hij gewoon keihard pakt en meeneemt. Klaar, het is afgelopen met je. Beste mensen. En daarom barakallahu fikum, nogmaals. Dit is echt een advies, alleen een herinnering die ik telkens aan jullie mee wil geven van: toon vandaag nog berouw. Bid je niet, begin vandaag te bidden.
Ben je alleen maar met het slechte bezig, begin vandaag nog om het goede te verrichten. Wat je zondes ook zijn, hoe hoog ze zijn. Maar als je berouw toont met een zuivere intentie, Allah subhanahu wa ta'ala zal jou vergeven. Allah is vergevingszindig. Hij vergeeft iedereen. Als jij 100% omwille van Allah subhanahu wa ta'ala berouw wilt tonen, dan zegt Allah, kom maar. Ik ben er. Ik zal jou vergeven. En kom niet, of laat je niet manipuleren door de shaitaan, die duivel die in je oren verluistert, van zegt van, nee, je hebt te veel zondes gepleegd. Jou zal nooit meer vergeven worden. Jij, bij jou zal het nooit meer goed komen. Jij moet alleen maar blijven zondigen, want het is afgelopen met jou. Je zal nooit meer vergeven worden. Nee, beste mensen. De shaitaan, die duivel, is zelfs een schepsel van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala heeft deze duivel, deze shaitaan, zelf geschapen, subhanallah. Beste mensen. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft deze duivel zelfs in het wereld zijn leven gezet om ons in de maling te nemen, om ons te manipuleren, subhanallah. Dat is onze test in het wereldse leven, beste mensen. Maar laat je je niet verleiden, laat je niet gek maken. Want wat ik al zei, Allah subhanahu wa ta'ala vergeeft iedereen. Dus begin vandaag nog om Allah, richting Allah subhanahu wa ta'ala berouw te tonen. En vanaf vandaag alleen maar met het goede bezig te zijn. Alleen met het goede bezig te zijn, beste mensen. Want het leven is kort. En wat ik al zei, niemand heeft jou morgen beloofd. Niemand heeft jou volgende week beloofd. Niemand heeft jou volgende maand beloofd. Niemand heeft jou volgend jaar beloofd. Hier wil ik het bij laten. En ik hoop, inshallah, dat deze teken, want dit is ook een teken van Allah subhanahu wa ta'ala, dat deze broeder is heen gegaan. Allah geeft ons tekens in het wereldse leven. Bij jou dichtbijstaande familie, vrienden die heen gaan, subhanallah. En zoals jullie weten dat ik in de uitvaart zit. En dat ik vele leeftijden heb meegemaakt. Heb lang zien komen die al heen zijn gegaan. En wij zullen hun allemaal volgen. Beste mensen. Knop dat goed in jullie oren. Jazakumallahu khairan. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om deze broeder van 23 jaar al zijn zondes te wissen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om al zijn goede daden te accepteren. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om zijn graf te verruimen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om zijn graf te verlichten. En daarnaast vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala om hem het hoogste paradijs te schenken. Namelijk al Jannat al Firdaus al A'la. Samen met onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de sahaba radiyallahu anhum. Daarnaast vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala om zijn familie, zijn ouders, heel veel geduld te geven en kracht. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.